Het eten zit erin en ondertussen spoedt iedereen zich naar de grote zaal waar de filmpremière zal zijn van Nederland onder water. Ik sprak onder andere met filmmaker Arthur de Bruin. Waarom heb je deze film gemaakt? Nou, ik heb deze film gemaakt omdat heel veel mensen bij onder water aan Nederland denken aan saai bruin water met zilverkleurige vissen waar niks aanwezig is, maar het tegendeel is waar. Harm Edens, vanavond presentator bij de première van Nederland onder water. Harm, je bent druk met de voorbereiding, zie ik. World Fish Migration Foundation. Belangrijk. Een film over Nederland onder water. Hoe belangrijk is dat? Ontzettend belangrijk, want we doen het hier als waterschappen voor waterkwaliteit. En met die film laten we zien waarom dat zo belangrijk is en wat er eigenlijk voor ongekende natuur zich onder dat wateroppervlak allemaal afspeelt. We gaan nu vanavond kijken, zegt iedereen o-a-o, maar de onderliggende boodschap, zo'n super kwetsbaar ecosysteem waar zo hard op ingebeukt wordt in deze tijd, klimaatverandering, noem maar op, daar moeten we echt heel hard aan gaan werken met elkaar. We zijn er echt nog lang niet. Dus dacht ik, nou, als ik een steentje kan bijdragen om af en toe even zo'n waterschapspersoon even aan de oren te trekken, dan doe ik dat. Wat hoop je dat de film voor een effect geeft? Ik hoop verbazing, verwondering, maar vooral motivatie om nog veel meer met elkaar de schouders te zetten onder al die maatregelen die nog nodig zijn om de waterkwaliteit in Nederland echt nog een enorme boost te geven. Echt een bijzonder knappe prestatie om het in beeld te krijgen. En dan zie je dingen, nou ja, je gelooft je ogen niet. Ben je zenuwachtig? Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, valt dat op?